ben ik bezig en ik zit lekker Joshua en Iver te luisteren. Want als het goed is, is die nummer 1, nummer 1. Ik kijk naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Sander Pas, zoals iedereen weet. Ik ben net wakker. Laten we eerst even lekker rolgordijnen opengooien. Want kijk wat voor weer het is vandaag. En mijn camera staat niet scherp. Dat vind ik wel een beetje jammer. Nu maar even lekker wakker worden. Dadelijk heb ik een bak koffie gezet. Gaia net eten gegeven. En dan krijg je genieten van het weer hier zo. Nou, in ieder geval lekker bak koffie. Laten we dat even lekker doen. Ik ga doen een bakje nemen. Zo. Bakje kleur voor het goede verhaal. Ik ben wel benieuwd welke accent van jullie eigenlijk altijd wel leukste. Ik heb het al heel vaak al gezegd natuurlijk. Ik vind accent van Den Haag gewoon het mooiste. Vind ik. Maar Limburg ook wel. Friesland ook wel. En wat heb je nog meer? Het mooiste blijft voor mij gewoon Den Haag. Het accent van Den Haag. Broodje A met A, broodje berenklauw, lange poten, het plein. Ja, en misschien komt het gewoon algemeen omdat mijn vader daar is geboren en dat ik gewoon voel dat ik dan ook Hagenaar ben ofzo. Om zo te zeggen. Terwijl dat niet zo is, maar dat het misschien zo voelt eigenlijk. Maar ja, in ieder geval, ik vind Den Haag mooi. Lange poten in het plein, ik zal meteen genuilen als ik geen dagen heb. Ik zal net als een keertje, net als dat is een mooi liedje trouwens. Ik zal een keertje net als vroeger in Moerwijk willen wonen. Ja, verder weet ik de tekst niet meer. Ja, daar is het weer op. Maar ik zet even een lekker radiootje aan. Zullen ook even lekker. In ieder geval even nu naar mijn koffie, want die is klaar. Ga ik straks mijn melk in doen. In ieder geval. Dus laten we het ook even doen. Melk, suiker, koffietje lekker doen. En lekker even. Wat ik heb gedaan is lekker werkkleren aangetrokken. Zoals jullie zien. En ik ga nu maar klaarmaken om dadelijk naar werk toe te gaan. Laatste dag en dan heb ik lekker weekend. En daarna moet ik nog 4 dagen werken. En dan heb ik helemaal vakantie. Wat ik ook heb gedaan is even lekker was gedaan. Heerlijk is dat. Moest even snel gebeuren. En denk, ja. Ik ga denk deze 2 korte broeken maar ook even snel in de was doen. Voor de vakantie. Dus, en dan klaarmaken om vandaag alles in te pakken. Misschien dat ik het zo meteen even snel ga doen. Ja. Ik ga nu maar even wachten tot de vlog klaar is met renderen. En wat dingen op een telefoon doen. Moet ook even gebeuren voor de vlog is dat. En dan nogmaals richting mijn werk. Ik ben nu bezig met de allerlaatste wasjes die ik nog moet doen. Werkkleren schoongemaakt. Even snel. En dan kom ik lekker thuis. Zit je naar buiten kijken. Is het ineens donker aan het worden? Of lijkt het maar zo? Ik vind dat het een beetje donker uitziet. Of het komt door de wolken. Ik denk dat het is, door de wolken. Het is gewoon wolkjes donker. Maar ja, wat ik ook ga doen is even stofzuigen en dweilen. Ga ik even snel doen. En dan ben ik lekker gewerkt en ga ik even snel dat doen. Want ja, een kwartiertje, over 10 minuten is Joshua en Iver live op RTW. Ik zou het tof zijn als jullie ook even vaak gaan luisteren. Ik zeg eerlijk, hoe kan je luisteren? Je kan op www.rtw.nl luisteren of frequentie 5.8. 105.8. 105.8 trouwens. Dus ik zeg, tja, luister even. Elke vrijdag tussen 6 en 9 uur zijn ze live op de radio. Elke vrijdag. Ik zeg, luisteren waard. Ongelooflijk leuk zender. Ze doen hartstikke leuk. Echt. Ik vind dat een top uitzending wat we hun elke keer maken. En dan ga ik nu maar even nu de dingen doen voordat ze op radio zijn. Ik heb lekker wasje gedraaid, ben ik bezig en ik zit lekker Joshua en Iver te luisteren. Want als het goed is die nummer 1, nummer 1. Oh
dat dit, en verder weet ik niet meer. Maar dat is echt een ongelooflijk lekker nummer. Lekker, ik zit net te denken, ik zit wel wasje te draaien. Maar ik weet niet of ze allemaal, alle drie wel oppassen. Ik weet niet hoeveel er in de wasmachine ligt. Heel slim allemaal. Maakt niet uit, kan gebeuren. Maar die ga ik dadelijk ophangen. Gelukkig heb ik de werkkleren daar wel liggen, daar zo bij de kachel. Als ik die al hier al op had gehangen, had het sowieso niet gepast. Dat weet ik wel. Maar ja, ik ga nu even verder luisteren naar Back to Now. En dan ga ik vandaag ook snel naar Gouwenplein heen en weer en daarna terug. Want gewoon even een rondje lopen, denk ik. Even kijken. Het leuke uitzending van hun. Geweldig. Joshua, Iver, dikke shout-out naar jullie. En jullie hebben een leuke uitzending gemaakt. Ik heb van genoten. In ieder geval, dat is echt uit mijn hart. Dat weten jullie, want anders zou ik nooit komen of zou ik nooit luisteren natuurlijk. Logisch. Maar ja, ik ben eigenlijk nog vergeten om naar de winkel te gaan, maar dat komt ook een andere keertje. Maar ja, ik zit ineens te kijken, ik zie ineens een stukje van de spiegel. Dus dat is niet handig, want omdat Ganja hier ook loopt, is dat sowieso gevaarlijk. Dat het eigenlijk glas hier ligt, terwijl ik dacht dat ik alles zo gewoon wel had gemaakt. Maar blijkbaar is het niet goed genoeg. Ja, dan heb ik zo vaak, wil ik schoonmaken, maak ik altijd nooit goed genoeg schoon. Want ook met stofzuigen, of dan zie ik gewoon ineens nog kruimeltjes liggen. Denk maar, ja. Ik denk dat je nooit uit je leven perfect kan schoonmaken. Er blijven altijd wel restjes hangen. En ik vind wel, beter dan dat heel veel rotzooi is, dan dat het helemaal niet opgeruimd is. Zo kijk ik ernaar. En gelukkig is de laatste was je ook nog opgehangen. En nu maar, even lekker relaxen, denk ik. Dus, hè, kan je? Wat vind jij ervan? Hey, wat vind jij ervan? Zullen we samen even lekker relaxen? Zullen we samen lekker relaxen? Ja? Vind je dat een goed plan? Hey? Vind je dat een goed plan? Samen even lekker relaxen? Hè? Huh? Ja? Vind ik ook. Het is echt het selectie wat er is eigenlijk. Lekker relaxen. Vooral de selectie juist als het weekend is. Want ik heb nu weekend natuurlijk. En de selectie is lekker weekend houden. En niet aan de tijd denken van, oh shit, ik moet daar en daarheen. Dat je niet ergens aan vast zit of zo, om zo te zeggen. Gelukkig heb ik dat niet. En maar ja. Ja, dan ga ik nu maar. Dat is gewoon het lekkerste wat er is. Dat je niet aan verbondenheid, aan de tijd zit. Dat je alles kunt doen wat je wilt. Maar ik heb meestal mijn werk. Ja, oké, de werk is wel logisch. En ja, het hoort erbij. En dan denk ik, het is weekend. Yes, ik kan uitslapen. Ik maak niet uit hoe laat ik wakker word. Af en toe denk ik van, weet je, ik ga nu wakker worden. Heb meer aan mijn dag. Want soms denk ik ook op het moment, het is weekend, lekker uitslapen, uur of max 11, 12 uur. Ik heb nooit later gelegen dan 12 uur eigenlijk. En wat ik ook vaak doe in een weekend, ik weet niet of jullie het herkenbaar is. Dan ga ik juist bijvoorbeeld heel laat slapen, bijvoorbeeld 3 uur 's nachts. En oh, dan denk ik dan bij mijn vader. We gaan naar bed. Ik weet niet, dat zijn denk ik ouders zijnde, die gaan altijd zeggen van ga naar bedje op. Maar dan denk ik, het is weekend. Laat me lekker. Maar ja, ouders denken altijd anders over. Laat even weten in de reactie of het herkenbaar is of je ouders zo zijn of niet. Mijn ouders waren zo, behalve mijn moeder. Ja, misschien is dat tijdperiodeverschil. Dat juist hoe ouder je bent, als je juist, laten we zeggen, ik denk dat wel iedere ouder is al anders natuurlijk, dat is ook weer zo. Maar ja, laat even weten in de reactie of je ouder ook zo is. Kanja, je gaat niet naar de gang. Die wou net naar de gang toe. En ik ga even kijken horloge. Ik ga zo meteen al richting. Ik wou alleen even weten hoe laat het was. Ja, laat me maar zomaar even lekker relaxen. Ineens gaat de tv uit. Wauw. Blijkbaar, oh ja, dat staat op standby op. Ineens gaat de tv op standby. Oké. Wel handig, vind ik altijd. Want dan hoef je niet te rekenen nou. Want ik heb wel eens gehoord, ik laat even weten in de reactie. Als dit brandt, als daar je tv op
standby is alsnog brandgevaarlijk. Laat even weten in de reactie of het echt zo is. Dit is tegen mij wel eens verteld. Of ik heb het tegen mij... Nee, dat was het. Ik heb het wel eens ergens gezien. Dat stond. Dus laat even weten of het zo is of niet. En wat ik wel weet, dat geloof ik echt, dat geloof ik. Dat juist gevaarlijk is als je telefoon bij onder de kussen neerlegt. Ongelooflijk gevaarlijk. Ik hoop dat jullie het niet doen. Ik heb het nooit gedaan. Wel naast mijn bed, maar wel op een zo. Wacht, ik loop even gelijk naartoe. Op zo deze ding namelijk. Dat heb ik wel eens gedaan. Nog even één wasje gedaan, dat moest even gebeuren. En ik doe lekker rolgordijnen dicht, want ik ga lekker ditten. Echt best wel veel gedaan. Echt vandaag heel veel wasje lopen draaien. Zoals deze natuurlijk. Een laatste was. En dat heb ik echt heel veel gedaan trouwens. Veel was gedraaid. Wauw. Maar ja, het is ook tijd om lekker te slapen. Ik doe alleen deze rolgordijnen dicht en dan ga ik lekker naar een bedje. Radio afsluit en dan gaat hij weer. De rolgordijn tegen de prullenbak. Maar ja, wat ik tegen jullie wil zeggen is, jullie allemaal bedankt voor het kijken naar deze vlog. Ik hoop dat jullie deze vlog leuk hebben gevonden. Vonden jullie deze vlog leuk? Doe sowieso even een duimpje omhoog. Ben je trouwens nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Zal tof zijn als je je beneden abonneert. En tof reactie beneden achterlaat. En zeg ik alvast veel kijkers hier. Gewoon een heel vlog om 1 uur. En zeg ik hierbij laters. En thuis heb ik een lekker radiootje aangezet. Kan je eten geven die daar zit te eten? Zelf eten maken die op de bar daar zo op de bank zit. Charme met fles. Dat is zo lekker. Met glas. Charme en fles.